natuurlijk een fantastische prestatie van Woningstichting Thuis voor het behalen van deze label B. Ik denk dat er maar weinig coöperaties zijn met deze omvang. Volgens mij zijn ze de eerste die label B halen. En mijn voorgangers hebben al jaren geleden kleine stapjes gezet. En dat die hebben er allemaal bij elkaar opgeteld, ertoe geleid dat wij nu al klaar zijn. Dus ik ben heel blij dat Thuis het op deze manier heeft opgepakt. En dat ze eigenlijk gewoon de dingen hebben gedaan die heel voor de hand liggen en daarmee resultaat bereiken. Wij als huurdersraad Thuis, ja, wij vertegenwoordigen de belangen van al onze huurders. En we krijgen steeds meer signalen, ook uit onze achterban, dat ze het dus heel belangrijk vinden dat er dus veel energiemaatregelen gebruikt worden. Ze vragen altijd om wanneer krijgen wij zonnepanelen op ons dak. En ja, dat signaal pakken wij dus op en gebruiken wij dus ook in het overleg met Thuis. En hebben wij dus ook zelf heel hoog in het vaandel staan. En daarom zijn we zo blij dat Thuis dus het energielabel B vandaag behaald heeft. Nou, label B gemiddeld is natuurlijk maar een tussenstap. Omdat we uiteindelijk willen dat de hele sociale woningvoorraad energie-neutraal, CO2-neutraal wordt. En daar moeten we ook, ook als Thuis nog heel hard aan werken. En wat ik wel heel leuk vind van Thuis is dat ze nu ook delen met de buitenwereld. Dus Thuis mag voor mij nog wel wat meer laten zien wat ze doen en daar trots op zijn. We zijn ook als Edes met alle leden gewoon druk bezig om die kennis te delen met elkaar. Want we moeten sneller en we moeten leren. En met die ambitie, ja, dan hebben we koplopers zoals Thuis hebben we gewoon keihard nodig. Het is vandaag een hele mooie stap en wij zijn er als gemeente ook heel trots op dat het in onze eigen stad gebeurt. En nou, dit inspireert ook andere coöperaties. Ja, hoe ga je dat aanpakken? Je gaat niet in één keer alle woningen doen. En hoe ga je nou weer de natuurlijke momenten benutten om op dat moment de techniek die dan aanwezig is en de mogelijkheden te zijn, hoe ga je ervoor zorgen dat je die dan kan benutten? Dus ik denk echt flexibel in je aanpak en koersvast weer. Ze zijn heel goed op weg om naar energie neutraal te gaan in 2050. Dus complimenten, zeker. Ja. Wat ik het mooie vind aan Thuis is dat ze het gewoon doen.